Ik ben op dit moment de vlog aan het editen die jullie nu zien. En ja, ik kom er net achter dat er echt heel veel, dat ik nog heel veel random beelden heb van ook eerdere data dan deze week. Ik had nog beelden van 24 mei, 29 mei, dat was Hemelvaartsdag, en 31 mei en 1 juni, dat was een weekend. En ja, dat zijn allemaal gewoon random beelden, dat niet een hele vlog is. En ik dacht, ja, weet je, dit is toch al een onwijs random vlog. Ik gooi er gewoon allemaal zooi in. En dan, ja, wordt dit dus een beetje random. Ja, dus sorry voor de chaotischheid en zo. Maar het is dus, ja, een beetje gek allemaal. Maar ik hoop dat jullie nog begrijpen. Het is vandaag 24 mei en ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik weet dat ik straks naar Wassenaar gaan met mijn moeder. De buren zijn dus de hele tijd aan het boren. En daar werd ik vanmorgen om 9:30 wakker van. En het is echt irritant. Maar ik hoop dat jullie me nog kunnen verstaan. Ik ga straks naar Wassenaar om naar een soort van supermarkt te gaan. Waar ze allemaal eten uit Engeland en Amerika en zo verkopen. Ik ben een bestelling aan het doen bij Boo. Ik heb 2 shirtjes en een korte broek. Maar daar wel. Het is vandaag 29 mei, het is Hemelvaartsdag en ik heb een dagje vrij en ik dacht ik ga vloggen. Ik ben mijn ochtend even begonnen met dood aan luisteren, want dit is gewoon fijne muziek. En hier ligt nog een ding waar ik mijn adres liever niet laat zien. Maar dit is een ding van bookings.com en hier zitten heel veel papieren in. Want dit zijn onze boekpapieren voor Parijs. Want ik ga eind augustus met Juliette en Celine naar Parijs. En dat is echt super leuk. We gaan wel maar 4 dagen. Maar ja, dat is nu allemaal geboekt. Hotel en Thalys en zo. En ja, ik ga nu even douchen. Hallo. 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 Het is, hoe laat is het? 12 uur? Ja. En we zitten in de auto naar de supermarkt. En ik heb gedoucht en verder niks gedaan. En het is super interessant. Het is inmiddels 5 uur en ik heb net film gekeken met mijn moeder en die heette Friends with Money. En het was echt een kutfilm. Het had gewoon geen plot. Het ging echt helemaal nergens over. Hi. Hallo. Oh nee. We zitten helemaal vooraan. Ik vind het vet gênant. Ja, toen we binnenkwamen was het nog gênanter. Moet ik weer zeggen naar welke film we gaan omdat niemand Engels wil praten? Ja, ja. Bad Neighbors. Nee. Nou, jongens, dit is niet zo gênant. Het is weer gênant. Sorry. Straks krijgen we die kaarten, gaan we gewoon random uitdelen. Dit is een gewone burger. Ik heb besloten dat ik ga vloggen meer, want ik vind vloggen het leukste wat er is eigenlijk.
qua filmpjes maken. Dus ja, ik dacht, ik ga meer vloggen. Dit is wel echt het leukste moment om zo'n vlog te beginnen. Want ik heb mijn haar heel mooi en ik heb mijn pyjama en ik heb geen make-up op. Want ik ga slapen. Het is 10:15. Ik ga mijn bed in. En dan nog even Switch at Birth kijken, want vandaag is een nieuwe aflevering online gekomen. Ja, het is vandaag 17 juni. En nou ja, ik keek dus heel veel vlogs van Zoe en van Masha van Beauty Girls. En die vloggen allemaal dagelijks. En ik vind dat, ja, ik wil wel dagelijks vloggen, maar ik heb gewoon niet zo'n interessant leven. Want ik ga gewoon naar school en na school doe ik niet echt iets interessants. Dus ik dacht, ik ga gewoon random beelden maken en dan dat een beetje monteren totdat ik gewoon een lang genoeg vlog heb. En dan zet ik die erop en dan zie ik wel wat ik daarmee doe. Ik heb nog 2 weken school en dan proefwerkweek en dan is de zomervakantie en dan is mijn hele zomervakantie volgepland. Dus ja, ik weet niet wat er van gaat worden, maar we zien het gewoon allemaal wel. Ik heb al meer dan 2 weken echt enorm veel last van mijn stem en het was al zo voor Pinkpop. Toen ging ik naar Pinkpop, toen werd het nog gewoon eens een keer zo erg. Dus ja, dat is een beetje jammer. En wat een beetje jammer is ook, ik heb een nieuwe pyjama trouwens. Er staat I Really Hate Mondays en ik vind hem echt leuk. En wacht, ik ga hem even in de spiegel filmen. Dit is hem en ik vind hem echt heel leuk. Maar goed, het is wel een pyjama, dus super sexy en zo. Maar ik ben afgelopen zondag gaan shoppen bij de Forever 21. En ik moet trouwens echt vannacht mijn shoplog laten uploaden. Want ik zei het vanmiddag al, oh, focus, hallo. Focus nou, liefes ding. Oh ja, ik heb geen make-up op. En het is zo raar, want ik heb nog steeds wimpers. Normaal als ik geen make-up op heb, dan heb ik geen wimpers. Want mijn wimpers zijn echt heel blond. Dus dan zijn ze een soort van doorzichtig. Ik kijk trouwens de hele tijd in mijn schermpje. Dus ik kan niet in de camera. Faal. Maar ik heb dus mijn wimpers laten verven. Dat vertel ik trouwens allemaal in de shoplog die ik moet uploaden. Oh my god, ik krijg een lamme arm. Goed, ik ben niet zo heel goed in vloggen. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. En ik ga nu mijn bed in, Switch at Birth kijken, shoplog uploaden en dan slapen. En ik ga gewoon vloggen met mijn iPhone, denk ik, als er een keer iets leuks gebeurt. En dan zie ik het allemaal wel. Misschien wordt het een faal en verwijder ik het filmpje weer. Maar niet uit. Goed, wat rusten. Nou ja, jullie gaan waarschijnlijk nu niet slapen, maar ik ga wel slapen, dus wat rusten. Oké. Okay. Ik heb een ontbijtsmoothie gemaakt en het is best wel lekker. Het is een halve mango en dan iets van 6-7 aardbeien, 2 eetlepels havermout en melk. En het is best wel lekker. Ik had het echt niet verwacht, maar het is best wel lekker. En het is vandaag 20 juni, dus het nieuwe album van Ed Sheeran is uit. Yay, ik ben zo blij. Ik heb hem al meteen op mijn Spotify gezet, dus ja. Yeah. Hey, nu aan het vloggen. Wauw. Goedendag. Ook. Het is nu... Ik ben heel slecht hierin. 7:05. We liggen in bed omdat we moe zijn. En Meert heeft net een hele leuke manier gevonden om in een soort van cocon te gaan liggen. Wacht, ik moet heel veel mijn lelijke knot laten zien. Dit is mijn lelijke knot. Okay. Het lijkt op een soort van taart. En ik ga nu Meert filmen. Dit is er. En nu ligt ze. Ik was te lui om make-up te doen, maar ik heb wel even mijn nieuwe jurkje aan en ik wil hem heel graag laten zien. Hij is van de Forever 21 en ik ben er echt heel blij mee. En dit is de achterkant. Nee, volgens mij niet. Maar wanneer jij het is kant en de achterkant, zeg maar, dit. Nou, het is vet onduidelijk en het licht is hier lelijk, maar goed, ik ben er wel blij mee. Het is 5:00 en ik lig in mijn bed, want ik weet niet, het was koud en ik heb nog steeds mijn leuke jurkje aan. Waar ik super blij mee ben. Maar ik ben even foto's aan het importeren van mijn camera. Omdat ik een paar dingen wil verkopen. Op Marktplaats gewoon een batterijlader van mijn camera die gestolen was. En die ik dus niet meer kan gebruiken. En 2 shirtjes die ik niet pas. Geen idee of mensen dat willen kopen. Maar ik ga het gewoon proberen op Marktplaats. Ik heb echt een geldtekort, maar echt niet normaal. Ik heb al de hele maand maar iets van €20 om uit te geven en ik geef het dus ook gewoon niet uit. Dus ja, dat is best wel kut. Dat komt omdat ik, ik pas wel op, maar dat is natuurlijk niet echt een vaste baan. Dus je weet gewoon niet wanneer je inkomen hebt. En dat is ook heel vaak gewoon een hele maand niet of zo en dan krijg ik gewoon niks. Ik heb dus nu de hele maand niet opgepast. Dus ja, maar gelukkig ga ik vrijdag weer de hele avond oppassen. Dus dan krijg ik weer geld. Maar wat ik ook gewoon doe, ik geef heel veel geld uit aan dingen die ik niet per se nodig heb. Maar wel heel leuk vind. Zoals Pinkpop, dat was niet het goedkoopste ooit. One Direction concert, ook niet heel goedkoop. Parijs, dat was ook niet goedkoop. Nou ja, het was zeg maar voor 4 dagen Parijs is dit wel heel goedkoop. Maar voor
gezien hoeveel geld ik had, was het vrij veel. Dus ja, dat is een beetje kut. En ik moet een baan gaan zoeken en dat ga ik ook echt, zeg maar, na de zomervakantie doen. Want als ik het nu ga doen, dan heeft het geen zin meer. Want ik heb, dit wordt mijn laatste lesweek en dan heb ik proefwerkweek. En dan ben ik in Amerika en dan ga ik naar Parijs en dan is de vakantie afgelopen. De bel gaat. Ik ga dus na de vakantie een baan zoeken. Zeg maar een baan, echte baan, niet alleen oppassen. Ik blijf wel denk ik gewoon oppassen, want ik vind oppassen heel leuk. En het verdient ook gewoon heel chill. Maar goed, om even terug te komen bij mijn punt van het verhaal. Ik ga dus foto's importeren en dan wat dingetjes op Marktplaats zetten. Gewoon om te kijken of ik dan een beetje geld bij elkaar kan sprokkelen. Ik ga de eerste vlog hier afsluiten. Ik kon nog wel iets langer door, denk ik. Maar ik ga morgen naar One Direction concert in Amsterdam. En toen dacht ik, ja, ik kan daar beter gewoon een nieuwe vlog mee beginnen. Dus morgen begin ik met vlog 2. Dit is dus het einde van vlog 1. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden dat ik ga vloggen. Ik vind het zelf heel erg leuk. En ja, ik zie eigenlijk wel nog gewoon een beetje. Tot nu toe gaat het gewoon goed, omdat ik niet echt elke dag, zeg maar, helemaal vlog. Maar gewoon als er iets gebeurt en ik denk, hé, dit kan ik wel filmen, dan film ik het. En dan wordt het dus heel erg random. Maar ja, ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik vind het in elk geval heel erg leuk. En ja, bedankt voor het kijken. Doeg!